allemaal. Nou, daar zijn we weer. Sorry, we zijn 5 minuutjes later. Onze derde online visagie masterclass. Deze keer Stunning Smoky Eyes. Voor wie ons nog niet kennen, dat is Ralf, ja. Visagist, opgeleid Londen-Parijs. Deed bij ons, heeft heel veel workshops gedaan, had goede scores. Ik ben Janine, eigenaar van Indicia. Ons motto is, wat je niet kan, smeer niet op je huid wat je niet kunt eten. Nou, geldt ook voor onze make-up. Dus allemaal heel puur, maar wel heel mooi. Heel even snel, als je de vorige week bij ons hebt gezien, maar heel even snel. Laten we even dus de merken zien, dan weet je waarmee we werken. En dan gaan we gewoon lekker aan de slag. Beetje biel. Dit is Houska. Kennen denk ik veel van jullie wel. Houska merk. Dit is... Oh, ik ken Turn. Sorry. Ik doe allemaal stomme dingen. Inik of Hint Beauty. Merk uit Amerika. Opgezet door een vrouw die vanuit ziektebeeld goede cosmetica wilde. Inika Idemdito uit Australië. Nou, allemaal hebben ze zo. En hebben we onze favoriete producten per iets. Gaan we even terugdraaien. Ja, 1, 2. Okay. Beetje geklungel, sorry. Nou, en omlaag. En dan gaan we aan de slag met de stunning. Hebben jullie vragen? Stel ze ja, ondertussen. Heel erg belangrijk. En in de tussentijd ga ik gewoon wat uitleg geven terwijl ik bezig ben. Vanavond ga ik smoky eyes maken bij Janine. Oeps, daar gaat de camera. Ja, ga ik smoky eyes maken. En het mooie van smoky eyes is eigenlijk... Dat we, ik zal hem even nog wat dichterbij zetten, zodat het goed te zien is. Het mooie van smoky eyes is eigenlijk dat je oog ook groter wordt. En ik heb eigenlijk 2 looks even gecreëerd. Eentje met zeg maar donker zwart. En eentje wat lichter. Daar heb ik ook 2 face charts van gemaakt. Die gaan we naar de hand op Facebook zetten, zodat je het zelf kan namaken. Volgens mij is het licht nog niet goed. Nee, het licht is nog niet helemaal jouw vol. Ik denk dat we deze gaan een beetje draaien. We gaan nog even een beetje het licht... Of vinden jullie het wel goed? Oh, nu gaat het volume uit, dat is niet de bedoeling. Oh, wat is dit? Ja. Nou, we zijn goed aan het klungelen, maar zo. Oké, zoals ik heb uitgelegd, smoky eyes maakt je ogen wat groter. Het gaat best wel snel, dus hier heb je ook niet veel tijd voor nodig om het 's ochtends eigenlijk op te zetten. Wat heb je nodig? Wat heb je nodig? Allereerst, je hebt een zwarte eye definer. Oogpotlood nodig. Je begint nu met de klassieke. De klassieke, ja, die ga ik eens even doen. Ja, en daarna ga ik dan eigenlijk naar die klassieke. Ga ik eigenlijk een andere kleur opzetten. Ga ik wat zachter maken. Die kan je ook normaal gesproken. Dat is een beetje sophisticated. Die zwarte, dat is echt wel, definieert echt wel je oog. Wat heb je daarvoor nodig? Een zwart koolpotlood. Ik heb straks wat zwarte oogschaduwpoeder. Gebruik ik ook van Hint. Vandaag gebruik ik alles van Hint. Behalve de lippen, die heb ik aangezet met een lipstickpotlood van Inika. We gaan op het einde straks laten we even alles zien wat ik gebruikt heb. En ik heb dat ook weer op een rijtje gezet. En dat staat dan ook weer online na de masterclass. Als je vragen hebt, hoor ik dat graag. Ik ga nu starten. Eerst met het zwarte koolpotlood. Daar ga ik de bovenwimperrand gewoon even een lekkere dikke streep zetten. En die ga ik daarna vervagen. Doe ik mijn ogen dicht doen? Ja, heel graag. En eigenlijk is het een kwestie van een streepje zetten... Van binnen naar buiten toe. En eigenlijk stop je ook bij de bovenwimperrand op het einde van de wimperlijn. Niet doorzetten. En daar zet ik gewoon een behoorlijke dikke streep. Ik hoop dat die goed te zien is eigenlijk, eventjes. Einde van die wimperlijn is eigenlijk gewoon einde van je oog. Einde van de wimperlijn is eigenlijk waar de wimperhartjes stoppen. Dan pak ik eigenlijk, en dat is wel belangrijk in dit geval, een goed vervaagpenseel. En daarmee ga ik van boven naar beneden... Ga ik dat potloodstreepje ga ik vervagen. Opnieuw eigenlijk aanbrengen. Het is eigenlijk ook een beetje van hoe intensief wil je de kleur hebben. Maar ik zet hem eigenlijk van de binnenooghoek naar de buiten. Dus tot het einde van die wimper. En daarna vervaag ik van boven naar beneden. En de meeste mensen zeggen waarom van boven naar beneden? Omdat de kleurintensiteit tegen de wimperrand dan het meest donker blijft. Wat bedoel je precies van boven naar beneden? Van boven naar beneden vervaag ik. De meesten die vervagen allemaal van links naar rechts.
Maar ik doe het van boven naar beneden. Dus dan krijg ik eigenlijk een beetje... in de arcadeboog zitten? En dan... Nou nee, ik ga nog niet eens in de arcadeboog. Ik ga op het ooglid zitten en ik vervaag het van boven naar beneden. Dus de kleur blijft eigenlijk tegen de wimperrand aanzitten. Mag even omhoog. Dat is eigenlijk het geheim. Nog even omhoog. En dan zet ik hem op de onderwimperrand. Zet ik ook een streepje. En die zet ik dus eigenlijk van de binnen naar buiten toe. Belangrijk is dat het potlood niet te vet is, want anders loopt het gelijk uit. Ik laat hem even zien. En die vervaag ik eigenlijk wel van binnen naar buiten toe. Dus even een beetje vervelend. Oog ophouden. Even dus laten zien. Want eigenlijk zie je al dat het oog groter wordt. Ja. En ik heb eigenlijk vorige week de concealer truc uitgelegd. Ja. Met het licht. Het is eigenlijk een tekentechniek. In Italië noemen ze dat de chiaroscuro-techniek. En dat is een techniek die schilders gebruiken voor schaduw en licht eigenlijk te gebruiken. Om optische effecten te creëren. Zoals vroeger ook eigenlijk schilders zoals Rembrandt deden. Je kan hem even corrigeren als je denkt van, ik wil hem even netjes corrigeren. Ik had je nu net al heel snel even opgemaakt met concealer. Als je kijkt, zie je eigenlijk nu dat deze kant die ik net gedaan heb, dat die groter lijkt dan... Ja. Deze kant. Dus dat is eigenlijk wat die Smoky Eye al doet. En wat heb je met schaduw dan gedaan? Want vorige keer had je met licht het wenkbrauwen en wat doe je nu met de... Nou, ik heb eigenlijk net, voordat ik die Smoky Eye begon op te zetten, heb ik eigenlijk je net even met concealer, hè? Concealer rondom je oog en op het ooglid, heb ik dat eigenlijk aangebracht en daarna foundation aangebracht. Dus belangrijk, Wat heb je nu met die... Want je had over schaduw. Wat heb je dus met zwart potlood? Wat doet dat schaduw? Want je zou zeggen dat het dieper gaat liggen, maar het wordt groter. Nou, eigenlijk is het zo. Alles wat donkerder wordt... Want ik kreeg ook nog een vraagje vorige week. Alles wat donker is, valt naar achter. En alles wat lichter is, komt naar voren toe. Dat klopt. Maar deze techniek, als je die op de juiste manier uitvoert, maakt eigenlijk dat je oog ook groter lijkt. En dat komt omdat de donkere kleur ook licht absorbeert. Snap je? Licht eigenlijk, als ik een hele lichte kleur zou gebruiken, reflecteert het licht, net als een witte blouse. En als ik donkere kleuren gebruik, dan absorberen die licht. En in dit geval definieer ik eigenlijk een oog, want een smoky eye is niks anders dan het definiëren van een ooglid. En daardoor, doordat het licht geabsorbeerd wordt, wordt het eigenlijk, het oog lijkt groter. Is niet groter, lijkt groter, want je hebt geen grote ogen, maar die maken we. Maar zwart is... schaduw, dus je maakt het eigenlijk dieper. Ik maak hem eigenlijk dieper. En wat belangrijk is bij deze smoky eye... En dan komt daardoor het wit van je oog meer naar voren, dat het daardoor groter Nou, nee. Nee. Het is eigenlijk zo dat deze techniek... Soms zie je wel eens mensen met een smoky eye waarbij dat hele ooglid zwart is gemaakt. Dat is een beetje gothic. Ja. Dan krijg je eigenlijk het effect dat het oog weer kleiner wordt, omdat het ook dieper in je oogkas gaat liggen. Deze techniek is dat eigenlijk het ooglid licht blijft. Daarom ook eigenlijk dat ik met deze techniek de kleur naar beneden toe vervaag. Okay. Dus alleen tegen de wimperrand blijft het donker. Ja. De rest blijft helemaal licht. Ik ga het nog een keer een beetje meer aanzetten. Zet ik weer een streepje. Dus eigenlijk kun je zelf bepalen hoe donker die smoky eye gaat worden. Nou, ik wil toch eventjes een goed effect laten zien. Misschien. En zoals ik al heb gezegd, mag even naar dicht. En dan ga ik van boven naar beneden die kleur vervagen, net zo lang tot dat streepje eigenlijk niet meer te zien is. Dat is heel erg belangrijk. Nou blijft het dus tegen de wimperrand, blijft het dus donker. Het is niet de bedoeling dat je een eyeliner gaat zetten, want dat is dus niet... Even van onder, nog even omhoog kijken. Deze techniek is met name heel erg mooi. Ik zet hem nog een keer even bij de onderwimperrand. Als je eigenlijk al kleine ogen hebt. Ja, ja. Wat zei je? Weer zwarte potlood. Toch? Weer zwarte potlood aangezet. En nou laat ik hem even zien. Nu komt even de lichttechniek die ik vorige week had toegepast. En dat kun je eigenlijk gewoon doen met een... Doe het even met witte oogschaduwpoeder. Ja. Stel voor, je hebt die smoky eye en ik zou hem nog wat lichter maken onder de wenkbrauw. Wat gebeurt er dan? Doordat het licht wordt, komt het dus nog meer naar voren toe. Ik wil alleen even de schaduw- en lichttechniek laten zien. En hier aan de zijkant. En dan zul je zien dat het oog al veel en veel groter is. Nu wordt hij nog groter. Zie je dat de kant die ik gedaan heb nog groter lijkt dan de andere kant. Echt een verschil. En je zou eigenlijk zeggen, als je licht hebt,
Dan komt die overhangend, komt naar voren, maar het is niet zo. Nee, het is niet zo. Trekt het omhoog. Trekt het omhoog. Ja. En hoe lichter ik eigenlijk het onder de wenkbrauw maak, hoe groter die lijkt. We hebben het vorige week ook even uitgelegd. Ik heb de eerste stap gezet en dat is dus, het zwart potlood te gebruiken. De tweede stap die ik ga doen, is eigenlijk de zwarte oogschaduwpoeder gebruiken. Die gebruik ik ook van Hint, de Sweet Sahara. En die zet ik op met een schuin... met een schuin penseel of met een vervaagd penseel. En dat zit eigenlijk al hier in dit setje, zit dat erin. Dat is heel handig. En wat ik dan doe is eigenlijk, ik intensiveer de kleur die ik net met kajalpotlood heb opgezet. Ja, dus, ja. Nu nog even nog dicht. Dus eigenlijk ga ik en hiervan beneden naar boven werken. Ik het volgens mij voor 8:30 is voor veel mensen toch een betere tijd. Okay, dan kunnen ze naar die tijd. Okay. We zijn toch al live of niet? Ja, maar de vorige keer zag je meer. En die keer ervoor hadden we ook... Dat ze... Maar ik denk daarna misschien nog... Heel veel daarna. Maar het is ook wel leuk om bij te houden. Dus even kijken, ja. Ik heb nog even de kleur geïntensiveerd. Heb je een beetje, wil je het een beetje bijwerken dat het netjes blijft, kun je het altijd met een wattenstaafje iets corrigeren. Je ziet dat ik het ooglid helemaal niet donker heb gemaakt. Is ook helemaal niet nodig. En doordat ik het nu... Waar heb je het nu donker gemaakt? En het... Rondom het oog alleen. Alleen maar rondom het oog. Okay, ja, alleen mooi. Maar dat. Dus heb ik eigenlijk geleerd in Parijs. Ja. Heel veel Franse vrouwen vinden dit gewoon heel erg mooi. Het is een beetje sophisticated. Want als je namelijk... het hele ooglid donker gaat maken, dan heb je al heel gauw dat het toch een beetje gothic wordt. Tenzij je dat mooi vindt natuurlijk. Nee, hè? Dat is niet mijn stijl. Dat is niet, heb je bijvoorbeeld een beetje gemors, heb ik net gezegd, kun je dat met een wattenschijfje kun je corrigeren. Maar wat je ook kan doen met het wattenschijfje, nog even omhoog, is een klein beetje vervagen. Wattentip bedoel je, denk ik? Dan zeg je een tip, ja. Dat je hem eigenlijk een klein beetje vervaagt. Ik zal hem nog een klein beetje, mag ik nog even dicht? Ik ga hem nog een klein beetje donkerder maken voor de camera. Het wordt steeds meer smoky. Heb je nou zoiets van, ik heb het te donker gemaakt, dan is er nog helemaal niks aan de hand. Even omhoog kijken. Ik zet hem helemaal naar binnen toe, dat vind ik wel netjes. Want dan kun je hem corrigeren met witte oogschaduwpoeder. Ga je er gewoon overheen? Je kan er gewoon overheen en dan heb je gewoon witte oogschaduwpoeder. Oké. Natuurlijk maak je hem grijzer. Ja, maar dan maak ik hem dus juist wat grijzer. En dat is misschien, sommigen vinden dat ook wel mooi, dat je hem een beetje grijzer maakt. Dus ik zal hem nu iets zachter maken. Ik zal steeds even weer dichtbij laten zien. Ja. Ik zet hem even, want ik zal hem nu nog een beetje grijzer maken. Dan doe je wat witter over? Ja, en doe een beetje witter over. Vooral de binnenooghoek. En pak je dan een nieuw penseeltje daarvoor? Ik pak daar nu even een nieuw penseeltje voor. En als je geen geduld hebt, dan zou je ook een wattenschijfje kunnen of een wattenstaafje kunnen pakken. Nog even hier iets. Aan de binnenkant is het belangrijk dat je het licht houdt. Want dat ik zou nooit hetzelfde penseel pakken, want dan krijg je nee. van het zwarte. Daarom heb ik altijd, daarom is het toch wel fijn om een klein penseelsetje te hebben. Dat je gewoon zeg maar de penseeltjes even snel kan omwisselen. Eén penseeltje houden voor donkere kleuren, één penseeltje houden voor lichte kleuren. Dat is toch wel handig. Anders is het voor een doosje oogschaduw niet fijn. Precies. En dan zet ik hem even hieronder. Maak ik hem nog even iets lichter. Met wit weer. Dan de mascara eigenlijk. Om het hele gezicht te openen. En die heb ik dan... Hier heb je hem liggen. Dat is de brand. Oh, je moet de zwarte hebben. Ik moet de zwarte hebben, maar dat is... Staat die in die koker? Nee. Staat er niet in? Oké. Okay. Nee. Ja, gewoon in principe de zwarte. Pak je anders deze. De zwarte mascara. En je zal dadelijk zien. Mag ik zo mijn haar er weg halen? Ja. Anders heb je een streep in voorhoofd. Nog, echt even. Sorry mensen, er zit een Haar. Ja. Oké. Okay. Mag ik nog even kijken. En doordat ik nu de mascara opbreng. En die breng ik van ook op. Schuin naar beneden kijken. Toch? Ja, even kijken. Kijk, ik zei vorige week, als je hem aanbrengt. Boven en beneden. Dan kan het zijn dat je wat schaduweffect krijgt. Ik ga hem nu wel beneden en boven zetten. Want het schaduweffect komt dan eigenlijk doordat de zwarte mascara schaduw gaat creëren. En het lijkt dan alsof je kringen hebt. Gaat hij dat nu kringen geven? Nee. En wat ik heb net gezorgd dat er behoorlijk
een goede concealer onder je ooglid zit. Dus als je nu kijkt hebt en je wil beneden mascara gebruiken, ja. Eerst zorg dat je goed die kringen weg. Ja, ik heb nu die mascara even aangebracht. Het effect is dat dit oog nu veel en veel groter lijkt. Wil je eigenlijk nu toch nog een mooier effect hebben? Zien jullie mooi? Dan maak ik hem eigenlijk, ga ik even zorgen dat ik een highlightertje zet met matte witte oogschaduw. En die zet ik eronder. Dat is wel mooi als je bijvoorbeeld uitgaat of je hebt een date. En die zet ik dan onder en ook halverwege het ooglid. En dan krijg je hem eigenlijk, zie je dat het helemaal omhoog gaat staan. Ja. Ik had al een klein beetje bronzer opgezet, maar ik zal hem nog even intensiveren. Vind ik wel heel mooi. Kan je in plaats van oogschaduw, kan je ook concealer gebruiken? Kan je ook concealer gebruiken, heb ik vorige week gedaan. En deze blush techniek die ik eigenlijk nu doe, die is eigenlijk ook halverwege. Dus eigenlijk een drietje maken. Ja, hè? Een omgekeerde drie. Een omgekeerde drie, ja. Dus eigenlijk is dit een ontzettende snelle look. Als je 's ochtends vroeg zegt, ik heb een afspraak. En hij is sophisticated, dus ik maak hem niet helemaal donker. Misschien nog een keertje even in de camera. Dus ja. Even. En ik heb een hele... Moet je niet naar kijken. Ja. Of ik weet niet of dat de camera is. Nee hoor, dat is de camera. Maar ik zal hem nog eventjes... Hij is... Mijn hoofdgezicht. Ja. Die heb ik echt van jou geleerd, die omgekeerde E, maar die maakt heel goed. Want dan heb je in feite je bronzer als blusser ook. Precies, de bronzer als blusser. Wil je toch bijvoorbeeld een blusser hebben? Dan kan ik wel even laten zien. We hebben hier ook inderdaad een aantal. Dit zijn deze. Ja, ik kan nog. Oh, ze valt er bijna vanaf. Ik heb hier. Ik ben altijd heel erg voorzichtig. Ja, die zijn heel geconcentreerd. Die zijn heel erg geconcentreerd, dat heb ik net al gezien. Eigenlijk zijn er heel veel. Mensen die zeggen van ik gebruik geen paars of plam. Maar dat is ook weer een huid-eigen kleur. Want dat heb ik eigenlijk 2 weken geleden uitgelegd. Dat je heel goed paars is eigenlijk. Wat is eigenlijk paars? Dat is rood en blauw gemengd. En dat is eigenlijk met geel de huidskleur. Dus het is weer een huid-eigen kleur. Als ik die opbreng. Ja, dat zei die dame van Hint, die zei ook soft plum. Ja. Die past eigenlijk bij iedereen. Bij iedereen. Dus maar dat als is je eigenlijk ziet, als ja, je denkt, denk nou, je van nee, dat past niet bij mij. En waar ik hem ook eigenlijk doe, is hieronder. En ik zet hem ook hierop. En waarom doe je hem eronder? Omdat eigenlijk het dan, zeg maar, het gezicht dan eigenlijk wat harmonischer oogt. Dit is ook een techniekje wat ik uit Parijs heb. En eigenlijk kun je dit, zeker als je wat ouder bent, kun je beter deze techniek pakken om hem omhoog. Ja. Weer dat drietje. En waarom? Omdat ik hier ook dan ook de contouren. Met de blusher. Ook met de blusher. Okay. En ik zal hem nog iets. En hoe kan het dat het harmoniseert als je hier aanbrengt? Omdat het eigenlijk dan een. Het is harmonischer. Het evenwicht. Het is inderdaad, ja, klopt. De uitstekende dus, delen eigenlijk heb uitstekend, ja, uitstekende delen. Behalve de neus. Ja. Ik heb deze kant nu wat donkerder gemaakt. Ik weet niet of jullie het verschil kunnen zien, maar kijk. Eventjes, je ziet hem hier. En als je het nou heel erg mooi vindt. Dan ga ik eigenlijk een beetje highlighten. Voor de nieuwe kijkers, we hebben hier klassieke smoky eyes nu gedaan met zwart. Nu even afmaken met bronzen blush. En straks gaan we daar een softe smoky eyes doen met taupe. Klopt. Ik zet hier nog even een beetje licht onder. Om te laten zien wat dat doet met die blusher. Ik hoop dat het een beetje goed te zien is. Nog een klein beetje highlighter. Tegenwoordig zit dat zo in. En die zet ik tegen de jukbeen aan. Ik zet hem tegen de jukbeen aan, omdat ik eigenlijk met het blusje gedeeltelijk over die... dus eigenlijk zet ik hem aan deze kant, zet ik die blusher dan. Ja? Dus paars is eigenlijk een hele mooie kleur. Je kan hem eigenlijk Ik was echt nu... verbaasd als dat van Hint. Ja. Ik heb het geprobeerd, dat klopt. Kijk, en dan heb ik hem hier zitten. Daar kan je hem zien. Zie je dat? Aan deze kant, aan de zijkant. Daar zit hij. Ja. Je ziet hem nu heel mooi. En dat is voor s'avonds weer? Of kan het je is eigenlijk kan, ja, of voor s'avonds. Ja, en ik gebruik matte kleuren, hè. Dat is heel erg belangrijk. Ik wil nog eventjes. Dus ik kan ook meteen voor de online meetings. Voor de online meetings. Mag nog even. Geleerd moet je mat en niet glas. Klopt, gebruiken. Inderdaad. Aan de zijkant heb ik nog even hier de kaaklijn, nu we er toch bezig zijn. Die zal ik nog even een beetje contouren. Heb je nou heel veel last, dat doe ik met een donkerbruine bronzer trouwens. Heb je hier al... Dat het gaat hangen, is het helemaal geen probleem. Dan kun je dat donker maken en dat optische effect geeft dat het dan veel smaller lijkt. Ik zal dadelijk even laten zien hoe smal. Het is eigenlijk een corrigeren. Ja, het is eigenlijk een beetje een corrigeertechniek, maar ja, we hebben iets. Dus ik ga even laten zien wat dit doet. Kijk. Met links en rechts. Het zal deze kant, ziet er namelijk
veel slanker uit. Eventjes voor de camera. Zie je het verschil? Ja. Deze kant is veel slanker dan die kant. Eigenlijk lijkt het net alsof er hier een stuk af is. En het is niet gefotoshopt. Niet. Dus, we hebben nu smoky eyes plus camoufleren. Dus of eigenlijk heb ik net deze kant gedaan. Zwart kajalpotlood, zwarte oogschaduwpoeder. Eventueel wat grijzer maken, wat zachter maken. Hangt er vanaf wat je aan hebt. Daarna de zwarte mascara. Ik heb eventueel een highlighter onder de wenkbrauwen gezet. Belangrijk is wel blushen. Of met een bronzer of met een paarse blusher. En eventueel wat contour aangebracht, zodat het wat smaller lijkt je gezicht. En ik vind eigenlijk wel dat je het heel goed kan zien, het verschil met links en rechts. Ja. En voor die tijd had ik eigenlijk de concealer, foundation en ik heb nog even de wenkbrauwen in model gebracht. Hier heb ik eigenlijk gewoon concealer, foundation op. En voor de rest niks. Voor de rest niks. Helemaal niks. En deze is dus... Nou. Ja, en deze kant. Ja, dus dit is eigenlijk de donkere en ik zal hem nog even laten zien, want ik had hem gemaakt op de face chart. Ja. En dan moeten we met die andere gaan beginnen. Gaan we met die andere beginnen. Nog even. Deze komt op de website. Ik heb hem dus even gezien. Ja. Dus dan kun je hem namaken. Ik zeg aan het eind wel even waar we die neerzetten. Juist. Oké. En de volgende. Dat is deze kant. Dan kun je het verschil ook heel erg mooi zien. Ga ik met bruin doen en met taupe. En ik had al eerder uitgelegd. Taupe is een huideigen kleur. Dat is eigenlijk paars en geel gemengd. En dat geeft eigenlijk de huidskleur. Dus het enige wat ik doe is eigenlijk de huidskleur opbrengen op de huidskleur. En dan wel eigenlijk met een iets, met daaronder eigenlijk een bruin kajalpotlood, wat de oog gedefinieerd. En een taupe oogschaduw. En dan krijg je een heel ander effect. Wordt minder hard en heel erg zacht, dus heel erg lief. Goed, daar gaan we. Met, ja, heel erg lief, want dat ben je toch? Dus dat is, Oké, de meeste potloden van Hint hebben namelijk ook, dat wil ik even uitleggen, een soort rubbertje om te vervagen. Maar mijn ervaring is, ik heb het eens even geprobeerd, dat als je het gaat vervagen, dan haal je de hele potloodlijn af. Dus dat is een beetje sneu. Dus je kan beter een penseel gebruiken om het potlood te vervagen. Dat is R&D, dat moeten ze nog verbeteren. Ja, dus dat is eigenlijk iets. Ik heb hem even op de rug van mijn hand gezet. En ik ga hetzelfde doen hier. Ik ga van binnen naar buiten, ga ik ook zo'n streepje trekken. Echt van de binnen ooghoek naar buiten. En dan niet verder dan de wimperrand. Hij zit er goed dik op. Kunnen jullie allemaal zien? Of niet? Ik zal hem nog even wat dikker maken. En ook hier weer ga ik met het penseel van boven naar beneden ga ik vervagen. Dat is heel erg belangrijk. Dus ik ga hem van boven naar beneden. Goed optillen dat ooglid. Dat is heel erg belangrijk. Want anders kunnen we het niet goed vervagen. En dan zit je in de plooitjes. Okay. Dus dat is belangrijk. Oké, nog meer. Nog meer en intenser. Het moet natuurlijk wel zo zijn dat het te zien is. Als je zo staat vervagen dat er helemaal niks meer te zien is, dan is het natuurlijk jammer. Dus nu heb je bruin potlood. Ik heb nu bruin potlood. Waarom bruin potlood altijd met poeder? Als je poeder op je ooglid zet, dan vliegt het er gelijk af. Dus beter is potlood. Heb ik ooit geleerd en het werkt goed, net als op je lippen. Potlood is eigenlijk een kleur die altijd, de potlood blijft altijd zitten. Maar even omhoog. En dan van binnen naar buiten zet ik ook op de onderwimperrand, niet te laag, zet ik ook dat bruin potlood. Dat vervaag ik van links naar rechts, van binnen eventueel naar buiten toe. En zou je in plaats van bruin ook een taupe-potlood kunnen gebruiken? Zou ook een taupe-potlood, want ik ben eigenlijk heel erg creatief. Je kan een wenkbrauwpotlood gebruiken, alleen het wenkbrauwpotlood is vrij hard. Omdat het voor je wenkbrauwen gemaakt is. Dus als je dat gaat gebruiken, dan kan dat wel een beetje pijn doen, omdat die punt gewoon heel hard is. Okay. Dus dat is, deze oogpotloden zijn allemaal wat zachter. Dus dat is natuurlijk wel fijn. En, nog even, ja, en dan ga ik hem nog even vervagen. Vind je de lijn te breed? Ik doe het nu even expres. Kijk maar even in de camera. Heb ik hem wat breder gemaakt? Vind je dat niet mooi? Onder. De onderwimperrand. Dan kun je corrigeren met een wattenstaafje. Wel nu opletten dat je niet de concealer meeneemt. Nou, die je er net op hebt gezet. Dat is natuurlijk heel sneu. Anders kan ik hem opnieuw aanbrengen. Dan moet je hem weer opnieuw aanbrengen. En dat is altijd een beetje gedoe. Ik gebruik nu weer een schuin penseel. En dan ga ik hier de taupe tint opzetten. Die oogt erg paars. Als je hem eigenlijk ziet, oogt hij heel erg paars. Maar dat valt heel erg mee.
Die ga ik over de... Even dicht. Die ga ik als een lijntje met het schuimpenseel zet ik hem over dat potlood heen. Eventjes wat sneller. En onder. Ik geef hem omhoog. Het schuimpenseel is het handigste. Dan het kun je mooie lijnen trekken. Ja. Als ik normaal les geef, dan zeg ik altijd, je kan daar, als je lijnen trekt, dan kun je eigenlijk boterkaas en eieren op de rug van je hand doen. Om te leren lijntjes te trekken met de schuimpenseel. Kijk, ik heb hem nu hieronder zitten. En nog even hier. En dan ga ik dat ook weer vervagen met een vervaagpenseel. En heel zachtjes en heel lief, omdat ik anders de hele kleur weghaal. Dus zet ik ook nog even van boven naar beneden. En van onder. En als je bijvoorbeeld, stel je hebt een feest of zo, en zit ik nu aan te denken, we hebben bijvoorbeeld van Inica is heel gaaf, emerald groen potlood of zo. Heel gaaf. Je zou groen of blauw kunnen gebruiken. Het is altijd wel handig als je kijkt, bijvoorbeeld ik heb blauwe ogen, dan is stoop heel erg, stooppotlood fantastisch, omdat het activeert namelijk blauw. Het is werkt complementair. Dus als je zegt, ik heb groene ogen, dan zou je bijvoorbeeld naar een warmere kleur oranje-bruin kunnen gaan. Dat activeert gelijk jouw groene iris. Hoef je ook geen contact. Gekleurde contactlensen in. Nou, dat doen namelijk heel veel vrouwen ook tegenwoordig. En als je bruine ogen hebt, dan is een groene bijvoorbeeld. Ja, dan is een groen heel erg mooi. Dus dat zou je bijvoorbeeld met groen kunnen doen. Ik ga hier ook even laten zien wat dit doet. Ik doe even hier een matte highlighter onder. Om te zien wat dit doet. En ook... Een matte witte oogschaduw. Ja, mag ik even dicht. En ook dat dit halverwege het ooglid... kun je ook die highlighter aanbrengen. Want we hadden net geleerd dat alles wat licht is naar voren komt. Ik heb even omhoog. En alles wat donker is valt naar achteren. Dus het enige wat ik doe met die smokey eye is ik definieer eigenlijk de vorm van het oog. Dat is eigenlijk het kunstje vanavond. Ja? Kijk maar even in de camera en kijk, laat eens even zien wat het verschil met links en rechts. Ik vind nog steeds dat de zwarte kant groter is dan deze kant, dan de lichte kant. Ja. Maar het oog is sowieso groter geworden. Ja. Na de taup zet ik een bruine mascara op. Van Hint. Ik heb hele blauwe ogen, dus dan is het contrast met zwart natuurlijk veel groter. Veel groter, klopt. Bruine mascara, omdat het wat zachter is. En die zet ik hier op. En dan moeten jullie maar dadelijk kijken wat je mooi vindt. Ik vind dit zelf heel erg mooi. Als je Julia Roberts gaat googlen op internet, dan zie je dat zij heel veel smoky eyes heeft. Even iets omhoog. Even zo. Zij heeft heel veel smoky eye altijd. Dat is een beetje haar image, haar styling. En altijd met bruin. Dat is heel grappig, maar zij is een van zeg maar celebrities die eigenlijk altijd smoky eyes heeft. Gewoon standaard. Altijd op foto. En als je de... Kun je het verschil zien met links en rechts? Wat zachter is en wat... En heeft huidskleur ook wat te maken? Als iemand een heel lichte huid heeft, zou je dan eerder de bruin pakken? Want dan is het wel mooier dat je het even een beetje opwarmt. Ik heb nu bruine mascara gebruikt, bruin oogpotlood en taupe oogschaduw. En deze kan je ook natuurlijk doen... Rest, taupe en bruin, maar dan met zwarte mascara om je oog iets open te doen. Ja, precies. Ja. En deze kant ga ik even... Want dat vind ik wel een verschil. Dit is de oog, maar die mascara maakt echt ook... Deze mascara die opent helemaal omdat die zwart is. En dit wordt een beetje diffuus, dit is een beetje zachter. Ja. Maar je kan wel bijvoorbeeld, omdat dit wat zachter is, meer kleur lipstick gebruiken. Wel wat donkerder. Ik heb op een andere feestchart heb ik dus een paarsachtige... lipstick gebruikt. Dat vond ik wel heel erg mooi. Ja. Die ook een beetje donkerder is. Dat vind ik... Nou, ga ik even naar het blusje. Om even te zien. Ik had al wat blush opgezet. En nu ga ik hem even... Neem maar eventjes goed, zodat iedereen weet waar het zit. Ik ga het nog niet vervagen. Ik denk aan de roetveeg. Ja, nee hoor. Maar ik wil gewoon even dat ze goed kunnen zien wat dit doet. Ja, want dat vind ik wel belangrijk. En ook even... Kijk. Waar die moet zitten. En waar ik nu... Omdat die wat lichter is, die smoky eye, wil ik ook wat meer licht inbrengen. Kijk,
aan deze kant het verschil. Die is wat lichter. En je hebt nu een bronzer? Ik heb een bronzer gebruikt. Okay. Daarom dat ik wil even die bronzer. Het is dezelfde kleur bronzer als die? Dit is de... Nee, hier zit nu de plum op. Dat is, we hadden dus daarover de blusher gezet. Die was dus eigenlijk maar daaronder plum. De bronzer? En daaronder zat een bronzer. Dezelfde kleur? En dezelfde kleur bronzer. Okay. Dezelfde kleur bronzer. Maar deze heb je gewoon intenser opgezet? Die heb ik intenser opgezet. Om juist even effect te creëren. Want je hebt nu eigenlijk een hele zachte oogschaduw gebruikt. En nu wil ik eigenlijk even met licht en donker er toch eventjes nog een mooie... Dat het oog toch meer gaat uitspringen door... Dat hij er toch wat meer uitspringt. En hoe meer licht je hieronder zet... En ik heb vorige week ook uitgelegd aan de zijkant. Dat klopt, ik zie nu, want eerst was deze een beetje mat. Ja, en klopt. En nu wordt hij sprekender. En nu wordt hij sprekender. Ja. Dus het heeft eigenlijk alleen maar met licht en... Ja. Oké, okay, Sorry, we krijgen een knopje in beeld. Zo, nog even de lippen. Nog even iets op. Ik wil even laten zien, als je wat meer lipmake-up gaat gebruiken, dat het er dan ook wat meer uit gaat springen. Ik had al wat aangebracht, maar nog niet zo heel erg veel. En nu wil ik hem toch eventjes wat intenser maken. Misschien dat er... Even kijken, zo. Ik vind deze kant ook eigenlijk best wel mooi. Ja, om te... ja met die bronzer. Want daarvoor... Met de bronzer, ja. Om nog eventjes snel. Zeg je van nou, ik vind het suf. Ik ben er toch niet helemaal blij mee. Dan is dat helemaal geen probleem. Want we kunnen hem ook zo veranderen. Eventjes dicht. Ik heb net bedacht, ik laat even zien wat het zal doen als ik bijvoorbeeld blauw gebruik. Ik geef hem hoog. Zouden we gewoon inderdaad op kunnen zetten. Eroverheen. Zo snel gaat dat. Stel voor, je bent het zat 's avonds of je wil wat anders. Dan zet ik gewoon de blauwe kleur eroverheen. En dan krijgen we dit effect. En welke kleur? Heb je een donkerblauw? Ik heb een beetje een donkerblauwe kleur gebruikt. Ja, kijk maar even in de camera. Kunnen jullie dat zien? Heb ik er even overheen gezet. En als jullie dit intensiveren, misschien is het niet goed te zien op de camera... Dat ik hem nog even. Ik vervaag eigenlijk heel weinig. Het enige wat ik doe, ik breng die kleur op door hem erop te drukken. Ik druk die kleur bovenop dat potlood en op die andere poeder die ik net heb. Ze mag even open. En hieronder zet ik dan eigenlijk een streepje. En dat opdrukken doe je omdat het dan ik druk hem mooi... omdat hij dan gewoon veel beter blijft zitten. Ja. Dus ik hoef helemaal niet. Even nog dicht. Strepen. Is heel, en ik hou het ooglid licht. Dat is heel erg belangrijk. Hou het ooglid licht. Anders heb je niet echt een mooi effect. Kijk eens. Het ooglid hier. Ja, het ooglid hou ik eigenlijk licht. Dus dat ooglid, dat kleur ik niet helemaal in. Want als je nu je ogen dicht doet, naar de camera, dan kunnen mensen ook zien dat ik het niet helemaal heb ingekleurd. Ik definieer alleen met de kleur. Doe je een V of zo? Nee, ik zet hem eigenlijk alleen maar een beetje tegenaan. Oké. Dat is alles. En je kan het ook zien, ik zet ook geen arcadeboog in, want door deze techniek wordt het oog al groter. Mag ik even in de camera kijken. Maar gevoelsmatig doe je hier ergens iets naar beneden drukken, maar dat is niet zo. Nou, ik heb hem alleen naar beneden toe vervaagd. Okay. Dus het is het enige wat ik naar beneden vervaag, is het potlood, als ik in het begin met het potlood. Okay. En nu kunnen mensen wel zien dat het toch blauw is. Zij heeft ook blauwe iris, dat is ton sur ton. Nou, dan eigenlijk, ik weet niet of dat nu erg opvalt... Als je naar haar iris kijkt, in combinatie met die blauwe oogschaduw, komt het toch wel iets meer naar voren toe. Ja. En ik heb de lippen wat meer aangezet. De regel, er is geen regel, maar de regel is, heb je je ogen heel erg opgemaakt, dan doe je de lippen wat minder. Heb je je ogen wat zachter opgemaakt, dan ga je juist met lipstick knallen. En dat doen we omdat mannen anders niet weten waar ze naar moeten kijken, of de ogen of de lippen. Dus maak het die mannen wat makkelijker. Ogen, dan doe je lippen wat minder. En doe je lippen heel veel, doe je de ogen wat minder. En dan creëer je balans in je gezicht. Hebben jullie nog vragen? Dan hoor ik dat graag. Ik had er eigenlijk nog één willen opzetten, maar we hebben wel geen tijd meer. 48. Het is een beetje... Wat had je wel opzetten? Nou, ik wilde eigenlijk nog een ander kleurtje. Maar ik heb nu eigenlijk al zwart laten zien. Ik heb taupe laten zien. En ik heb toch blauw laten zien. En wil je die hier overheen nog? Nou, nee. Weet je, misschien dat ik toch nog even iets met een highlighter kan doen. Dat vind ik wel leuk. Ja, en dan gaan we dan even, gaan we hem afsluiten. Ja. Want tot nu toe heeft iedereen gezegd... Nou, je werkt altijd maar mat. Dat is toch maar... Dus ik zal nu even dan toch het effect van parelmoer laten zien. Voor de mensen die dat mooi vinden... Zet ik ook onder de wenkbrauw.
online komt het misschien minder over. Misschien, nou, ik denk van wel hoor. Ja? Want deze gaat echt wel... Nou, niet zeg, voor online moet je vaak geen glans. Ja, maar ja, misschien dat je dit... Maar ik ga hem nu behoorlijk even aanzetten onder je wenkbrauw. Om te laten zien wat dat doet. En ook wat de camera doet. Want het is toch wel belangrijk dat mensen dat verschil kunnen zien. Het vervelende is altijd als je de losse pakt. Dat die dan een beetje kan vallen. Maar dat is niet zo erg, want je kan hem zo corrigeren. Als je nu goed kijkt in de camera, is even je ogen dicht, dan kun je precies zien waar de kleur eigenlijk, ophoudt, halverwege het ooglid. En hier heb ik dan de highlighter opgezet. En die heeft dadelijk het effect dat die het veel groter maakt. Kijk maar even in de camera. Nu kun je de highlighter goed zien, hè? Ja. Ik weet niet wat iedereen dat heel erg mooi vindt. Ik zet hem ietsjes minder en nu kun je hem heel goed zien, de highlighter. Vond het zelf zonder mooier. Nogmaals, zonder mooier, ja. Maar als je zegt van ik ga... Nou ja, we kunnen nu op dit moment niet echt allemaal uitgaan. Maar je krijgt gelijk een heel andere look. Ja, dus, vooruitgaan kan me voorstellen. Vooruitgaan is het wel heel erg mooi. Heb je zoiets van... Ik vind die streep toch te breed. Mag even omhoog kijken. Dan corrigeer ik nog een klein beetje met een wattenstaafje. Die potloodstreep van de smaker. Die kan ik dan ietsjes... hoe heet dat? Smaller maken. Ik vind dit wel heel erg mooi. Kijk. Tadam. Tadam. Weer een look. En we hebben weer een look. En ik zet hem op Facebook. En even, wil je die chart nog laten zien? Ik zal de chart nog even laten zien. Want die taupe hadden we nog niet laten zien. Die taupe heb ik net gedaan. Dus hè, met die bruine en taupe. Ja, maar die had je laten zien. Maar deze... Ik zet ze even op Facebook. Dit is de taupe look. Die is... Oh nee, even kijken. Dit is de taupe look. Sorry. Dit is de taupe look. Heb ik ook alle productjes bijgezet. En dit is de look met zeg maar de smoky eyes zoals die zwartjes eigenlijk. Zal ik nog even die dingen laten zien die je gebruikt? En Janine laat nog eventjes de producten zien die we hebben gebruikt. En dan zie ik jullie volgende week. Kijk wat we dan gaan. Hebben jullie trouwens dingen die je graag wil dat we gaan doen? Laat even weten. Dan kunnen we rekening mee houden. Ja. Even kijken. Dit was de zwarte look. Dan kunnen we beter deze. Dit is die sikse haar van hen. Is heel handig. 6 kleurtjes heb je niet vaak. Nee. Hoeft niks te kopen, maar dan weet je waar we mee gewerkt hebben. Ja. Zwarte mascara van Hint. Klopt. Even kijken. Deze is dat. Ja, zie, deze is zwarte mascara. Ja. Zwart potlood. Klopt. Oeps, zwart potlood. Zwart potlood. Deze is een zwart potlood. Zwart potlood van Hint. Ja. En je hebt nu niet gefixeerd, maar... Normaal fixeer ik altijd, dat weet iedereen. Met die, met de houska. Met de houska. Blijft die langer zitten. Precies. En eigenlijk voor die andere look, dezelfde dingen van Hint, alleen bruine potlood. Dit is het doosje eromheen. Bruine mascara. Je kan ook eventueel longjes van Inika. Ja. Die wordt ook heel veel gebruikt. Ja. Je kan ook tegen een buitje. Top oogschaduwtje. Dat is hier. Ja. Ja. En weer dat, die spray hebben, is ook minietjes van 10 handig in je tas. Om te fixeren. Nou, die setjes zet ik eventueel, als je zegt, nou het is leuk, ik wil er ook mee aan de slag. Zet ik die staan onder, als je op de site gaat en je zoekt de live visagie op. Daaronder staan eventueel setjes. Oké, okay, hartstikke bedankt super, voor het kijken. En volgende week zijn we er weer. Ja, oké. Okay, tot ziens. Doei.